Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Wat staan jullie hier maar in? Bamboe. Bamboe. Oké. Ik denk het toe. Ja. Ik heb het niet in de kanaal gezien. Ik heb het niet in de kanaal gezien. Ik heb het niet in de kanaal gezien. Ik heb het niet in de Zo, hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn Suriname kitchen. Lieve kijkers, vandaag ga ik iets unieks maken. En weet je wat is dat? Kokostop. Dat noemen ze kabas, weet je? Het is geen kokosvlees. Dat is de top van de kokos. De binnenkant, weet je, top. In Suriname noemen ze dat kabas. Maar het is kokos top. Die jonge topjes, die blaadjes die eruit komen, toch? En die snijden ze. En dan kan je hiervan groenten maken. Weet je, lekker in vis of in kip of in wat, maakt niet uit. En dit heb ik verkocht bij de Chinese markt. Dus dan ga ik dit vandaag klaarmaken. En dan ga ik jullie laten zien hoe het eruit is gekomen. Dus dat is een heel... Ik heb ooit, toen ik klein was, mijn vader ging in de jungle, of weet je, waar veel bossen waren of zo. Daar ging hij hakken. Die topjes, niet speciaal kokos, maar van palm ook, hè. En dat bracht hij thuis, dat ging hij pellen. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. En die topje weghalen. En toen gingen we vroegen, pa, wat is dat? Dat zegt die kabis, weet je, top van de palm of van de kokos. En dan ging hij koken met vis of vlees of pak niet uit. Was zo lekker. Dus jarenlang, mijn vader, mijn weiland vader is er niet meer. Toen ik misschien, hoe oud ik was, 7, 8 jaar geleden heb ik dit gegeten. Dus dan ga ik nu dit ook uitproberen en koken. Lekker! Laat ik jullie zien hoor. Tot zo! Dan ga ik een beetje kintjoe zetten, dat vind ik lekker altijd. Lekker verse kintjoe. En... De vis is al gebakken. Ga ik een beetje curry bakken erin, boeien. Curry zetten. Dat is alfa masala. Zo. Dan ga ik een beetje bakken. Dan pas gaat de kabels erin. Weet je? Even kijken. Hoe maak ik het? Ik weet niet, andere mensen maken het anders. Ik doe mijn best. Ik wil het even maken. Ik zie mijn vader erin. Niet meer is. Dan ga ik de kabels erin zetten. Zie je? Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Het is heerlijk uit. Mijn god.
kokos kepalem tok. Dit is jong geleerd, oud gedaan, lieve mensen. Ja, lieve kijkers. Dus, dan ga ik hem lekker... Oh, mis krekkie. Lauw. Frankie Luku Jasso. Frankie Luku Soso Stikam. Goeie? Hè? No, dit is kabels. Dit is top van palem. Palem top, top, top. Daar jongen aan de tafel. Ja, dan ga ik gewoon een pak melk erin zetten. Dan gaat hij lekker rustig koken te kijken. Dit ga ik zetten, een pakje melk. Dan mag je lekker gaan sudderen. Oh, dit wordt lekker. Zo, dan laat ik hem lekker op zachte vuur. Lekker gaan koken een beetje. Hé, hey, lieve kijkers, kijk. Hij is nu klaar. Klaar om te serveren in de bord. Oh, lekker eten, boy. Heerlijk. Dit is palmtop. We noemen het kabis in Surinaams. Als je mijn video leuk vindt, lieve kijkers, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere, lekkere video, hoor. Ik zou zeggen, lieve kijkers, natuurlijk maakt niet uit wat jullie gaan eten. Eet smakelijk voor straks en tot de volgende keer. Bye bye.